Azar Matusiwa, hoe bevalt dat tot dusver bij FC Groningen? Dat valt goed, ik voel me goed. Iedereen ziet goed voor elkaar, we zijn echt een team. Dat merk je wel zeg maar, echt binnen de kleedkamer dat het heerst. En dat zie je ook wat terug in het veld, denk ik. En dat niveauverschil denk ik met je vorige club ligt ook een beetje hoger. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon een stap vooruit. Ik heb een hele leuke tijd gehad bij de Graafschap. Alleen dit is gewoon iets professioneler, zeg maar, alles. Dus ik ben ook blij dat ik deze stap heb gemaakt en ik hoop me hier door te kunnen ontwikkelen. Iemand zei net hier bij de training, Matusiwa, dat is 1, 2 jaar FC Groningen en dan maakt hij de volgende stap omhoog. Dat is mooi om te horen, alleen dat is inderdaad wat de bedoeling. Alleen het ligt wel aan mezelf, dus ik moet ervoor zorgen dat ik het goed doe, dat het team draait en dan zien we wel weer verder. Maar lekker om de competitie te beginnen met een uitwedstrijd en dan direct winst. Ja, dat is heerlijk. Emma natuurlijk een lastige tegenstander. Zijn tot het bot gebrand eigenlijk om tegen ons te spelen. Veel jongens die hier vandaan komen, dus die wilden zeker winnen van ons. En je weet al van tevoren dat het geen gemakkelijke wedstrijd wordt. En dus ik vind dat we het gewoon goed hebben gedaan. Ja, als je daar gewoon 0-1 overwinning boekt, dan heb je het gewoon goed gedaan, denk ik. Ben je tevreden over je eigen rol daar? In fases wel. Bijvoorbeeld in het verdedigende was ik wat tevreden over mijn inzet. Of mijn eigen inbreng, zeg maar. Alleen aan de bal vond ik dat ik nog te slordig was. Maar dat komt wel weer. Dus de eerste wedstrijd, nieuwe samenstelling. Dus we moeten ook aan elkaar wennen en zo. Maar ik heb zeker het idee dat het wel goed gaat komen, ja. Wat verwacht Danny Buijs van jou? Dat ik eigenlijk schakel ben tussen verdediging en de aanval in. Dat ik de ruimtes, de onderlinge afstanden, dat ik die goed bewaak. Dat ik ook verdedigend gewoon mijn taken uitvoer. En natuurlijk aan de bal dat ik voetbal in de ploeg breng. Morgenavond promovendus FC Twente. Wat verwacht je morgen voor de wedstrijd? Twente zijn goed begonnen tegen PSV. Hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen PSV. Ze hebben ook weer hun eerste uitwedstrijd in de Eredivisie, zeg maar, voor dit seizoen. Dus ze komen hier denk ik wel met een goed gevoel naartoe. Omdat ze natuurlijk gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld tegen PSV. Charlie Sambenskoop die gaat even zingen. Ja. Nee, alleen is het aan ons om die lijn van vorige week, om de goede punten mee te nemen naar morgen en de mindere punten te verbeteren morgen. Wat is de kracht van FC Twente, denk je? De kracht van FC Twente, ik denk toch de buitenspelers die allebei goede individuele actie in huis hebben. Dus daarvoor moeten we inderdaad waken, ja. En nu maar hopen ook voor jullie dat het stadion lekker vol zit en dat de rechter goede uitspraken maakt van mij, dat de Z-zijde ook lekker vol kan blijven. Ja, natuurlijk hopen we dat. Het is natuurlijk leuk om gewoon voor een vol publiek te voetballen. Dus ik hoop inderdaad dat het morgen helemaal vol zit, ja.